Kijk, jij had een normaal leven daarvoor, ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, dat ik dacht, dat kan niet, dat... Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst... Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat... Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Hè? Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Oh, my. Ja, dat is mijn eigen liever. Excuseer. Excuseer, ons mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, een... Ik heb het zelfs geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan overal als gebeuren is, dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergert u een half uur. Dit kan voor mij absoluut niet. Oh, sorry. Even naar het